Breda Nu. Je weet het meteen. Vandaag staan we op het Kasteelplein voor de opening voor de waterspeelplek. Deze zal worden geopend door Paul de Beer. Waarom heeft Breda voor een waterspeelplek gekozen en waarom op deze locatie? Nou, deze locatie is best wel versteend. Dus we wilden iets eraan toevoegen. Iets wat ervoor zorgt dat de hittestress, zoals we het noemen, zeg maar de steeds hogere extreme temperatuur in de binnenstad, hoe we dat op deze plaats omlaag konden krijgen. Tegelijkertijd was er ook al een wens om nog een kwalitatieve toevoeging aan dit plein te doen. Omdat het plein nog wel iets extra's kon gebruiken. En waarom is er gekozen voor een opening in de winter? Ja, dat had er meer mee te maken dat ik per se wilde dat we dit jaar realiseerden. Omdat ik zoiets had van, nou, de urgentie is er gewoon, dus laten we het doorpakken. Ik ben niet echt iemand die houdt van eerst een plan maken en vervolgens 3 jaar erover doen om hem uit te voeren. Dus ik heb de mensen die er uiteindelijk voor hebben gezorgd dat het gerealiseerd is best wel onder druk gezet. Maar het is er gelukt dat het dit jaar nog is gelukt. En uiteraard is het nu een beetje koud om een zomerfontein te openen. Maar dat wil wel zeggen dat de eerste warme dagen in het volgende jaar, in het voorjaar, er gelijk van genoten kan worden. Zal de waterspeelplek ook open blijven in het winter? Nee, ja, straks gaat de temperatuur onder nul en dan wordt hij uitgezet. Er zijn ook een aantal prachtige evenementen die eraan zitten te komen, waardoor deze plaats ook op een andere manier gebruikt kan worden. Dus Winterland en Series Request. En dat is ook wel het voordeel van deze manier van de toevoeging, deze fontein, is dat alle evenementen die hier plaatsvonden ook gewoon doorgang kunnen vinden. Dan zetten we hem even uit en vervolgens kan die daarna weer aangezet worden.